Holloway duurt nu al meer dan een maand. Straks een exclusief interview met de ouders van de Nederlandse hoofdverdachten Joran, Paul en Anita van der Sloot. Eergisteren komt Paul van der Sloot, vader van Joran, weer vrij. Kijk, maar wil het verwerken. Ik geloof dat ik als mens het recht heeft om dit te gaan verwerken. Hij wil zo gewoon mogelijk naar zijn huis gaan. Bij zijn vrouw op thuis zijn. En hij wil op dit moment niet commentaar geven. Hij wil niet dingen gaan zeggen die later of misschien spijt van gaan krijgen. Of die bepaalde mensen anders gaan interpreteren. Goed. Dat was toen. Ik ga praten met Twan Huis op Aruba, want er is nu wel gepraat door de familie van der Sloot. En Twan, jij bent daar geweest. Hoe was de situatie daar? Nou, we komen net van het huis een beetje vandaan, Jeroen. Allereerst even misschien om uit te leggen, op verzoek van vader van der Sloot noemen we nu zijn achternaam. Hij vertelde mij, ik ben geen verdachte meer en ik heb er geen enkel probleem mee als de familienaam nu in de publiciteit komt. Dan de situatie daar in huis. Ja, een absurde situatie. Er staan een aantal telefoons en mobiele telefoons die rinkelen iedere seconde. Iedere producer hier van een Amerikaans netwerk probeert een exclusief interview te krijgen met de familie. Soms komen er cameraploegen voor het hek van het huis. De familie durft of gaat nauwelijks meer het huis uit, want zodra ze hun auto instappen, dan staan er cameraploegen hen op te wachten en die vragen om commentaar. Het andere beeld is in het huis is dat er een heleboel boeketten bloemen staan van mensen van het eiland en familieleden en vrienden in Nederland ook, die de familie een hart onder de riem steken. En wat ik merkte de uren dat we daar geweest zijn, is dat zij, de ouders, zich opgesloten voelen in dat huis. Ze worden bijgestaan door twee vrienden, advocaten uit Nederland, die proberen hen te helpen. Maar het is afwachten voor hen ook op de gebeurtenissen. Hoe lang heb je met je ouders gesproken? We zijn vanochtend om 8 uur Arubaanse tijd naar binnen gegaan. Het was toen ook helemaal niet zeker dat we dit interview zouden krijgen. Ze wilden eerst een soort oriënterend gesprek voeren. En uiteindelijk, na een aantal uren, stemden ze toe in een gesprek. En de reden daarvoor was dat ze tegenwicht willen bieden aan alle publiciteit van de familie en met name de ouders van Nathalie. En vooral aan het feit dat de Amerikaanse media al wekenlang achter elkaar door iedere avond zo extreem veel aandacht besteden aan de verdwijning van Nathalie Holloway. En dus ook aan het lot van de familie van der Sloot. Mijn eerste vraag was dus inderdaad waarom dit interview vandaag voor Nova? Eigenlijk zou ik inderdaad helemaal niet over deze zaak willen spreken. Waar het om gaat is dat meisje teruggevonden wordt. En daar zou eigenlijk alle aandacht op gericht moeten zijn. In feite ben mijn familie zijn in feite side issues. Waarom doet u het toch? Waarom spreekt u over de zaak? Ik word er nu wel door gedwongen door het enorme mediacircus wat hier omheen gebouwd wordt, wat Joran en mijn familie wel in de picture zet. U draagt een armband, zag ik net. Ja. Hoop voor Nathalie staat erop. Ja. Waarom draagt u die? Omdat ik heel erg hoop dat het meisje tevoorschijn komt. Ik heb een heel positief gevoel dat ze leeft, dat ze ergens is en ik hoop dat ze tevoorschijn komt. En dat is wat we allemaal willen. Dat is iets wat we van het begin af aan gedacht hebben, gewild hebben en hopen. Welke functie heeft u hier op het eiland? Want daar doen veel verschillende verhalen de ronde over. Wat is uw functie? Ik ben plaatsvervangend lid van het gemeenschappelijk hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Ik ben benoemd voor een periode van 3 jaar, van 1 januari 2003 tot 1 januari 2006. Dus u bent plaatsvervangend rechter? Ja. Kent u de mensen heel goed die hier op het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld uw voorarrest gelasten? Jazeker, want ik heb daarvoor zo'n 8 jaar als kabinetchef van de procureur-generaal gewerkt. Dus u kent ook de huidige procureur-generaal? Ja. Mevrouw Kroes? Ja. En wat betekent dat als uw collega's hier langskomen om u te arresteren? Ja, dat geeft een gevoel van absurditeit. Het is inderdaad
ja, haast onvoorstelbaar dat door een door iemand die je toch heel goed kent, waar je ook al heel lang mee hebt samengewerkt, dat die je kon vertellen dat je verdacht wordt van medeplichtigheid aan moord. Wie was dat in ieder geval? Dat waren in dit geval, dat was de leider van het team politiefunctionarissen. Jan van der Straten? Dat was Jan van der Straten, ja. En u kent elkaar heel goed? Ja. Ja, Twan, laten we even teruggaan naar maandagavond 30 mei. Dat is een cruciale avond geweest. Wat is er toen gebeurd? Het is de avond, Jeroen, waarop de ouders van Nathalie binnenkomen vliegen op Aruba. Meer precies, de moeder en de stiefvader. Die geloven niet dat ze zomaar is weggelopen of dat er niets aan de hand is. Die weten zeker dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Die pakken het eerste vliegtuig vanuit de staat Alabama, waar ze vandaan komen, hier naar Aruba. Arriveren 's avonds. Gaan naar de politie. Gaan samen met de politie naar het huis van Joran van de familie van der Sloot. Dat is het al nacht, rond 2 uur. Midden in de nacht komen ze daar aan met een gezelschap, politie en andere mensen. En ze bellen aan. Vader van der Sloot die slaapt, die maakt open. En die vraagt wat is er aan de hand. We zijn hier voor onze verdwenen dochter. En die is voor het laatst gezien met uw zoon. Dat weet hij dan allemaal nog niet. Vader van der Sloot gaat naar een appartement bij het huis waar Joran altijd slaapt. En hij maakt de deur open en Joran die is niet in zijn appartement. Hij slaapt daar niet. Dan neemt vervolgens de vader de mobiele telefoon. Hij belt zijn zoon en die blijkt op dat tijdstip in een casino te zitten hier ergens op Aruba. En daar pikken we het verhaal op. De zoon zit in het casino en uiteindelijk is er een ontmoeting in het huis van de familie van der Sloot met al deze mensen. De ouders van Nathalie, de zoon en de vader. Ja, hij was dus op dat moment was hij ook niet thuis, zonder dat ik dat wist. En toen heb ik Joran op zijn mobiele telefoon opgebeld. En toen zei hij dat hij bij het Wintum was, dat is ook een casino hier in de buurt. Zijn we daar onmiddellijk naartoe gereden. Maar hij zei dat hij mij verkeerd begrepen had, want hij was inmiddels weer naar huis gekomen. Dus toen zijn we met z'n allen weer terug naar huis gegaan. En rond een uur of drie hebben we denk ik met de hele groep met Joran gesproken die nacht. Hoe ging dat gesprek? Nou, begrijpelijk was natuurlijk dat die mensen nogal opgewonden waren. Ik heb die mensen zoveel mogelijk proberen te kalmeren. Ik heb ook vooral tegen Joran gezegd dat hij zich tegen de politie tegen de politiefunctionarissen moest richten en niet tegen allemaal mensen, ja, waarvan onduidelijk was wat hun status was. Ja. U wilde niet dat hij zich liet verhoren of misschien dingen ging zeggen die niet klopten tegen wildvreemde mensen? Ja, ik denk, het was in ieder geval vertrouwd voor mij als hij zich tot de politieagenten zou richten. Ja. Werd toen voor u duidelijk wat er gebeurd was die nacht met Joran in relatie tot Nathalie? Ja, dat werd me wel duidelijk. Welk verhaal vertelde hij toen? Ja, dat hij dat hij haar aanvankelijk al eerder die dag had ontmoet bij in het casino Holiday Inn, waar hij ook was om een free tournament te spelen. En dat toen de afspraak was gemaakt dat ze elkaar zouden ontmoeten in Carlos en Charlie's. Ja, dat hij dat eigenlijk aanvankelijk niet wilde, maar dat hij er toch op in is gegaan. En dat hij haar daar heeft ontmoet, Carlos en Charlie's. Dat hij toen met zijn twee vrienden, Deepak en Satish, met haar wat heeft rondgereden over het eiland. Dat ze wat op de achterbank hadden zitten vrijen. En dat hij haar tenslotte bij het Holiday Inn had afgezet. Dat was het verhaal. En u dacht, hier is het mee gedaan, dan is het ook klaar. Ja, ik ben in dat verhaal blijven geloven. Ik heb er nooit al die dagen daarna heb ik een aanwijzing gekregen dat dat niet juist zou zijn. Wanneer kwam u erachter dat het toch anders lag dan in eerste instantie verteld was door uw zoon? Nou, hij is aangehouden. En daarna heeft hij zijn verklaring gewijzigd.
Oké, Twan, er zijn dus verschillende verklaringen afgelegd. Wat heeft Joran in zijn eerste verklaring gezegd en wat heeft hij dan later in zijn tweede verklaring gezegd?